Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik hoop dat je kunt zien. Zou beter denk ik. Bij een nieuwe video. Ik heb jou in een nieuwe video. Het gaat over weer over een tag. De I Love Sleep tag. En daar heb ik vragen voor. Wat ben je dat gevonden voor mezelf? En die ga ik aan jullie stellen. En beantwoorden bedoel ik eigenlijk. En ik ga even vertellen. Gaan we beginnen. 1. Hoe laat ga jij meestal slapen? Oftewel, hoe laat ga je meestal naar je bed? 10 uur ga ik naar mijn bed, omdat ik dus natuurlijk beperkt ben tegen mijn begeleiding. En niet op tijd mij op bed moet leggen. Vanwege de slaapdienst die daar is. En dan zou ik, en ik slaap nog niet hoor, ik slaap wel rond een uurtje of 12. 11 uur dat ik meestal. En dan kijk ik even tv of kijk naar YouTube of zo. Dan kijk ik alle dingetjes. Even op Twitter kijken, eventjes een dingetje doen. Zodat ik meestal doe om na 10 uur als ik op bed lig. We gaan naar de voorvraag. Wat is jouw vaste ritueel voor het slapen gaan? Nou, wat ik wil is natuurlijk even tv kijken. Of de muziek aanzetten op een Apple TV. Dan zet ik mijn computer af. Dan heb ik mijn Surface Pro af. Je ziet nu niet, staat achter mij, achter de camera. Je ziet af en toe in de vlog voorbij gaan. En ik doe mijn Apple Watch hoek af. Die zet ik aan de oplader. Hier ook op mijn bureau. En dan wacht ik op de begeleiding dat mijn ruiten op het gaan liggen. Dus dat is een beetje mijn ritueel. Doe je als je niet kunt slapen? Even lekker rustig liggen. Geen tv, geen iPad of zo. Maar lekker liggen. Wat is je favoriete slaaphouding? De houding is van op mijn rechterzij. Aan de andere zij kan je niet liggen. Want ik krijg pijn met mijn benen. Ik vind het natuurlijk fantastisch. Dan kan je in de tijd niet liggen. Dus vandaar op mijn rechterkant slaap ik. Volgende vraag. Waarvoor mag je me altijd wakker maken? Voor cappuccino. Ja, van koffie, cappuccino of ik voeg het eruit als het nodig is. Hoe laat gaat je wekker? 'S ochtends. Ik heb geen wekker, ik heb de begeleiding. De begeleiding werkt mij altijd dan. Dus, ja. Gewoon even opgooien. Ik zie namelijk dat amper licht hebben jullie. Nu hebben we het licht, denk ik. Laat me weten. Voor mijn haar snoezen of direct op een tweede direct op staan. Want ik kan niet lang blijven liggen in bed. Slaap je uit in het weekend? Nee. Welke rare dingen doe je in je slaap? Ik praat in mezelf. Hoeveel kussens liggen er in je bed? 3 kussens. 1 kussen tussen mijn benen, 1 kussen voor mijn voet, 1 kussen voor mijn hoofd. Wat heb je aan in bed? Helemaal niks. Ik sta naakt. Weg moet ik het eten. Slaap je met je sokken aan? Nee, dat heb ik niet. Hoe groot is mijn bed? Een gewoon normaal bed. Niet groter dan anders. Als je wel eens wakker wordt en je doet het eerste wat je doet. Wat ik doe. Aankleden op bed. Aankleden of douchen
En dan voor de rest, waren nog dit huilen. Droom je op de nacht? Geen idee of ik droom, echt geen idee. Laatste vraag, welke droom of nachtmerrie kun je goed herinneren? Geen idee. Ik denk dat ik een droom met iedereen, maar ik kan het niet herinneren. Dus, ja. Dat waren de vragen. Mijn vraag was je leuk. Je doet een duimpje omhoog. En begin dat hieronder te abonneren. Als je nieuw bent, dan zie ik je volgende keer weer. Met een hele nieuwe video om 11 uur. Denk er goed over. Denk. Onthoud heel goed. Dat we rond de kerstvakantie meer video's komen. Dus, ja. Dat zou leuk zijn als jullie ook zo bekijken. Dus mensen, zeg je allemaal tot later. Doei!